Hallo, ik ben Inge Modenaar en ik wil u graag uitnodigen voor een gesprek over de toekomst van artificiële intelligentie in het onderwijs. U heeft het afgelopen jaar in toenemende mate gebruik gemaakt van digitale leermiddelen. Ik wil u graag complimenteren voor de daadkracht, inzet en de fantastische prestatie die u geleverd heeft. We hebben met elkaar geleerd hoe we technologie kunnen gebruiken en wat we vooral liever echt willen blijven doen. De sociale context van de school is daarbij benadrukt. En ik wil u vandaag uitnodigen om een stapje verder te zetten en na te denken over de toekomst van artificiële intelligentie in het onderwijs. Welk beeld heeft u daarbij? Ziet u robots waarmee leerlingen vocabulaire Frans leren? Ziet u een leerling die alleen achter zijn laptop wiskundesommen maakt? Misschien ziet u wel een docent in een klaslokaal, die met augmented reality kan zien welke leerlingen hulp nodig hebben. Of een groep leerlingen die met virtual reality de opbouw van een waterstofmolecuul ontdekken. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden waarop artificiële intelligentie een rol kan spelen in ons onderwijs. En waar wel eens de indruk ontstond dat AI de docent zou gaan vervangen, weten we in toenemende mate dat dat niet het geval is. Net zoals technologie niet de school vervangt, zal artificiële intelligentie de docent niet vervangen. We gaan steeds meer nadenken over hoe artificiële intelligentie, menselijke intelligentie, kan versterken en ondersteunen. Dat noemen we hybride intelligentie. Een samenspel tussen wat mensen goed kunnen: probleem oplossen, interacteren, met elkaar in gesprek gaan, en wat artificiële intelligentie goed kan: data analyseren, klassificeren. En snel inzicht te leveren. En dat samen kan onze docenten, wat een Amerikaanse collega van mij ook wel superpowers noemt. Welke superpowers, u weet wel van Superman die door de muren heen kan kijken, zouden we aan onze docenten willen geven? En op welke manier zouden die superpowers kunnen helpen om ons onderwijs van de toekomst te verbeteren? Dat is een gesprek wat ik graag met u. Als schoolleider, docenten en met wetenschappers zoals ik zou willen gaan voeren, om met elkaar te komen tot die vormen van hybride intelligentie die ons onderwijs gaan versterken. In aanloop naar dat gesprek neem ik u mee naar het heden van artificiële intelligentie in de toekomst, of in het onderwijs en de toekomst van artificiële intelligentie. Op dit moment wordt er een onderscheid gemaakt tussen digitale leermiddelen die u elke dag in de klas gebruikt en adoptieve leermiddelen waar al een zekere mate van intelligentie in aanwezig is. Globaal doen die leermiddelen drie dingen. Ze verzamelen data in de leeromgeving van de leerling, zoals bijvoorbeeld de antwoorden die die leerling geeft op een vraag. Ze diagnostiseren die data in het licht van bepaald gedrag of kennis die leerlingen ontwikkelen. En vervolgens kunnen ze die data teruggeven aan de docent in de vorm van een dashboard of omzetten in een handeling waarbij ze de docent een klein stukje helpen. Nou, als systemen handelingen gaan uitvoeren voor docenten, gebeurt dat vaak op drie verschillende niveaus. Een systeem kan stapadaptiviteit invoeren en dat betekent dat het de leerling gaat helpen binnen een opdracht om kleine stapjes te zetten die beter passen om die opdracht succesvol af te ronden. Dat noemen we stapadaptiviteit. We zien ook systemen die juist nadenken over welke volgende taak leerlingen zouden kunnen uitvoeren. Dat noemen we taakadaptiviteit. En dat kan zowel een volgende opdracht zijn als bijvoorbeeld additionele uitleg. En de laatste vorm van adaptiviteit is curriculumadaptiviteit. Dan denkt het systeem mee na over welke leerdoelen een leerling zou moeten gaan leren. Zijn er zaken die randvoorwaardelijk zijn voor nieuwe leerdoelen die de leerling nog niet voldoende beheerst? Of zijn er juist leerdoelen die heel goed passen bij het profiel van deze leerling? Op dit moment zien we vaak één vorm van adaptiviteit in een leermiddel. Het is daarom belangrijk om als schoolleider na te denken over hoe adaptiviteit past bij de onderwijsvisie en het onderwijs dat u op school geeft. En keuzes daarop af te stemmen. En als u al adaptieve leermiddelen gebruikt, dan is het heel belangrijk om te weten hoe uw docenten dat inzetten. Zijn uw docenten in staat om aan de hand van dashboardinformatie het huiswerk van leerlingen aan te passen? Of de instructie anders te maken omdat de klas daarom vraagt? Gebruiken uw docenten adaptiviteit om ervoor te zorgen dat die opdrachten en training van die leerlingen efficiënt is? En denken uw docenten al na over hoe lang het duurt om deze klas, de ABC-formule, aan te leren? Allemaal vragen die een rol spelen op dit moment al als we nadenken over adaptieve leermiddelen die u in het onderwijs kan inzetten. De rol van de schoolleider is essentieel bij het slagen van zo'n adaptief leermiddel. En de implementatie daarvan is cruciaal om ervoor te zorgen dat er ook echt een transitie plaatsvindt in het onderwijs. Dus dat is wat u... Nu al kunt doen. Dan gaan we nog een stapje maken naar de toekomst. Hoe ziet de toekomst eruit van artificiële intelligentie in het onderwijs en op welke manier past dat bij uw onderwijsvisie? In de automobielindustrie hebben ze een model ontwikkeld om na te denken over de stappen die gezet moeten worden om te komen tot een zelfrijdende auto. En deze stappen die, uh, hebben te maken met de mate van controle die u als Um, docent, een bestuurder in dit geval van de auto, heeft. Op het moment dat de auto meer informatie geeft, kunt u daar beter op reageren. En in toenemende mate neemt die auto die controle van u over. Hij kan de snelheid gaan bepalen, tussen de lijnen gaan rijden. En er zijn zelfs verkeerssituaties die hij voldoende overziet om de controle volledig over te dragen. En dan signaleert de auto de bestuurder op het moment dat het nodig is om in te grijpen. Nou, op een soortgelijke manier kunnen we nadenken over de rol van artificiële intelligentie in het onderwijs. En ook daarbij onderscheiden we vijf verschillende niveaus. Het eerste niveau is het niveau van aanvullende informatie. Dat zijn de informatie die een artificiële intelligentie kan geven in de dashboards, waardoor de docent zijn professioneel handelen kan optimaliseren. Het tweede niveau is het niveau van gedeelde automatisering. Hierbij gaan kleine stapjes uitgevoerd worden door de artificiële intelligentie. Dan moet u denken aan één vorm van adaptiviteit, zoals bijvoorbeeld de stapadaptiviteit die ik net genoemd heb. De stap daarna is conditionele automatisering en dan worden er meerdere taken overgedragen aan het systeem. Nu kan de artificiële intelligentie zowel de taak als de curriculumadaptiviteit adaptiviteit van uw docenten overnemen. En dat betekent dat in toenemende mate de regie overgedragen wordt aan het systeem, en dat heeft consequenties voor de controle en de autonomie van uw docenten. De volgende stap is hoge automatisering, en dan hebben we het eigenlijk over leermiddelen die tot op zekere hoogte autonoom kunnen functioneren, dus zonder dat een docent daar per se controle over hoeft uit te voeren. En de laatste stap is is een stap van hoge automatisering waarbij het leermiddel volledig autonoom werkt. En dan kunt u denken aan taalsystemen zoals Aleo, waarmee de leerling met het systeem communiceert en op die manier een vreemde taal aanleert. Dit model kan ons helpen om na te denken over waar we nu staan met de rol van artificiële intelligentie in het onderwijs, maar veel belangrijker, waar willen we precies naartoe? En hoe past artificiële intelligentie bij onze onderwijsvisie? En bij onze normen en waarden over goed onderwijs. En daarom zou ik u willen uitnodigen tot een gesprek over dit onderwerp, de toekomst van artificiële intelligentie in het onderwijs. Het is van groot belang dat u als schoolleider regie neemt over deze discussie. En op die manier met elkaar in gesprek gaan over de toegevoegde waarden en de mogelijkheden van artificiële intelligentie. Ik heb er ontzettend veel zin in om die discussie met u te gaan voeren. En ik hoop u op korte termijn daar verder over te spreken. Dank u wel voor uw aandacht.